Majesteit, excellenties, dames en heren. Van harte hoop ik dat u heeft genoten van het werk van de 4 Prix de Rome laureaten. En dat u ook vindt dat zij werk maakten rijk aan inhoud. Gelaagd werk, dat zich niet meteen prijsgeeft en toch toegankelijk is. Werk met lef. Kortom, werk dat ertoe doet. Graag een groot applaus voor de 4 genomineerde kunstenaars. Christian Friedrich, Valke Pisano, Remco Torenbos en Ola Vasiljeva. En dan is nu het spannende moment daar van de bekendmaking van de winnaar van de Prix de Rome 2013. Graag geef ik het woord aan minister Bussemaker van Cultuur. Majesteit, genomineerde kunstenaar, dames en heren. Kunst is niet de weerspiegeling van de werkelijkheid, maar de werkelijkheid van de weerspiegeling. Met deze mooie uitspraak van filmer Jean-Luc Godard wil ik graag openen. Want het vormt wat mij betreft de rode draad in het werk van de 4 genomineerden voor deze Prix de Rome beeldende kunst. En ik moet zeggen, ik heb het net gezien, ik ben onder de indruk van de originaliteit en de zeggingskracht van het werk. Het choqueert, het ontroert. Het verbaast, het zet aan tot reflectie en tot denken, want het geeft veel ter overdenking over de wereld om ons heen. En dat is precies wat kunst in mijn beleving moet doen. De jury van de Prix de Rome zegt hierover: wij waarderen het dat de kunstenaars die confrontatie met de werkelijkheid niet uit de weg zijn gegaan, haar zelfs nadrukkelijk hebben opgezocht om er op een inspirerende eigen manier een weg in te bepalen. En ik vind het een eer deze Prix de Rome als minister van Cultuur uit te reiken. Het is een bijzondere prijs die aan de ene kant voortdurend voeling houdt met de tijdgeest, zoals Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds, al zei, en tegelijkertijd voortbouwt op een mooie koninklijke traditie. Want zoals we weten is de prijs ingesteld door koning Lodewijk Napoleon. Maar het was koning Willem I, de grondlegger van onze monarchie, die de prijs structureel inbedde in het kunstvakonderwijs. En het was koning Willem III die met zijn handtekening wettelijk de prijs opnieuw instelde en verbond aan de oprichting van de Rijksacademie voor Beeldende Kunst. Nadat de prijs tijdelijk door Thorbecke was afgeschaft. Gelukkig is die behouden. En wij mogen ons gelukkig prijzen met een koningshuis dat kunst en cultuur in woord en daad al eeuwenlang een warm hart toedraagt. Uw aanwezigheid hier, koningin Maxima, bekrachtigt dit opnieuw. De ondersteuning van zeer talentvolle jonge kunstenaars in ons land is nog altijd een belangrijke vaste waarde van de Prix de Rome. Valke Pisano, jij vertelde in het AVRO-programma Kunstuur over je zoektocht na het afronden van de kunstopleiding. En terwijl iedereen zei dat je zo talentvol was, ging jij eerst een tijdje in een galerie werken. Omdat je eerst wilde uitvinden wat je de wereld nu eigenlijk te vertellen had. En dat geeft goed aan waar het in de kern bij de ontwikkeling van artistiek talent om gaat. Na een opleiding heb je de instrumenten in handen en weet je wat je kunt. Maar daarna is het aan jou om de sprong naar de wereld en het publiek te maken. Dat vraagt tijd en soms ondersteuning en stimulans. Voormalige prijswinnaars komen vaak goed terecht. Recente winnaars, als Nicoline van Harskamp, Viviane Sassen en Pilvi Takalo, poseren hun werk inmiddels op de grote podia, als de Biennale van Venetië, de Tate Gallery en de Moskou Biennale of Temporary Art. De Prix de Rome gaf hun carrière de juiste prikkels. Als je ze ernaar vraagt, geven ze alle aan die steun in de rug nodig te hebben gehad. En daar moeten we vanuit de samenleving, overheid en particulieren, garant voor staan en vooral garant voor blijven staan. Niet voor niks is talentontwikkeling een van de belangrijkste speerpunten in mijn beleid. Majesteit, dames en heren.
Het is de eerste keer dat het Mondriaan Fonds de Prix de Rome onder zijn hoede heeft. En dat gaat gepaard met nieuwe ideeën en initiatieven. Voor het eerst werden de deelnemers gescout door kenners en experts. En ook is de leeftijdsgrens van deze editie verlengd naar 40 jaar. En de deelnemers zijn begeleid door scouts en door coaches. En we hebben net verschillende verhalen gehoord over hoe belangrijk die ervaring kan zijn. En voor het eerst in tijden is de traditionele reis naar Rome als vast studieonderdeel van de prijs in ere hersteld. Want in het verleden moesten winnaars vanuit Pleisterplaats Parijs 6 weken per koets over de Alpen trekken om er te komen. Om de klassieke oudheid te bestuderen. Je moest er iets voor over hebben. En nu vliegen we in een paar uurtjes vanuit ons land er zo naartoe. En mogen ze 3 maanden hun kunstenaarschap verdiepen aan de American Academy, waar kunstenaars en wetenschappers werkzaam zijn. Maar het doel is nog steeds hetzelfde. Dat het Mondriaan Fonds op deze manier talentontwikkeling nadrukkelijk in internationaal perspectief zet, juich ik toe. Want natuurlijk is de kunstwereld van nature al internationaal georiënteerd. En daarvan getuigt ook het feit dat 2 van de genomineerden uit het buitenland komen. En 1 van hen een atelier in Berlijn heeft. En dat ze allen regelmatig voor projecten in het buitenland werken. Alle zijn dus zeer internationaal georiënteerd. Maar ook de Prix de Rome zelf moet in alle opzichten een grensverleggende ervaring bieden. En daarin wordt nu nog meer dan voorheen voorzien. Het Mondriaan Fonds pakt de handschoen over van de Rijksacademie die de prijs de afgelopen tijd al op een fantastische manier heeft vernieuwd. En al een aantal jaren is de AVRO-partner en wordt het hele proces rond de prijs zichtbaar gemaakt voor een groot kunstminnend publiek. En niet alleen het werk van de genomineerden, ook de soms heftige discussies in de internationale jury werden de afgelopen jaren breed uitgemeten. Ik denk dat dat ons allemaal kan helpen om ook de kunst goed te begrijpen. Ik herinner mij Alicia Framis, die in 1997 won met een kunstwerk, een levende piramide bij het monument op de Dam, waar, op zijn zacht gezegd, de meningen nogal over uiteenliepen. En ook de kinderjury, net al eerder door Wiggie Donker gememoreerd, die is ingesteld in de tijd van Jan-Willem Schreuver, past in dat beeld. En dit jaar verraste de jonge jury met een gewaagde keuze en een verfrissende wijze waarop ze tegen het werk van de genomineerden aankeken. En ook dat is talentontwikkeling. Jongeren die naar kunst van genomineerde afgestudeerden kijken. De Prix de Rome is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een prijs waar altijd veel discussie en debat omheen is. En dit jaar is toch niet anders. Maar zo hoort het ook. Kunst moet bij jong en oud het gesprek uitlokken, zeker nu in een tijd van grote veranderingen en complexe vraagstukken waarvoor we ons gesteld zien. Meer dan ooit hebben we kunstenaars nodig die ons een spiegel voorhouden en ons als nieuw naar zaken laten kijken. En als een staatsprijs dan verder in beweging kan zetten, dan lijkt mij dat een hele goede zaak. Dat brengt mij terug bij de bevindingen van de jury, geciteerd in het begin van het verhaal. Uit datzelfde juryrapport wil ik tot slot citeren bij het bekendmaken van de winnaar, want u zal zo langzamerhand wel ongeduldig worden. Ten slotte gaat het daar allemaal om vandaag. En de jury heeft mogen kiezen uit, en ik noem ze nog een keer, Remco Torenbos, die een wondermooie museale installatie presenteert, die achter haar modernistische verschijningsvorm een enorme rijke research verbergt, gewijd aan Europa en de haar zo kenmerkende eenheid in verscheidenheid. Christian Friedrich, die op radicale wijze het experiment zoekt in een gewaagde geluidsinstallatie die de toeschouwer op meerdere manieren op de proef stelt. Ola Vasiljeva, die overrompelt met een heel open installatie die allerlei zintuigen aanspreekt in een inspirerende op de cultuurgeschiedenis gebaseerde vertelling over de manier waarop de mens zijn plaats in de wereld probeert te bepalen. En tot slot Valke Pisano, die verrast met een voor haar doen zeer politieke installatie, waarin ze reflecteert op het lichaam in crisis aan de hand van een pakkende historische analyse van de consequenties van de privatisering van het gevangeniswezen in de Verenigde Staten. Majesteit, dames en heren. Het doet mij namens de jury plezier de Prix de Rome 2013 toe te kennen aan een kunstenaar
die zich ondanks het nodige succes durft verder te ontwikkelen en met precisie en overtuigingskracht een nieuwe richting is ingeslagen. Voortbouwend op wat was. De Prinerom 2013 is voor Falke Pisaar. Ik had het niet verwacht, echt omdat ik het werk van de drie anderen heel mooi vind. Maar ik heb toch op verzoek van Mirjam ook iets geschreven, zodat ik alle mensen kon bedanken die voor mij heel belangrijk zijn geweest. Dus ik pak nu even mijn briefje. ik ben zeer vereerd deze prijs toegekend te krijgen door een jury van mensen die ik allemaal erg waardeer. Ik ben ook vereerd een prijs te ontvangen die eerder aan een reeks kunstenaars is gegeven, wiens werk ik ook zeer respecteer, zoals Pilvi Takkala, Nicolien van Harskamp, Viviane Sassen, Lonnie van Brummelen, Mariana Castillo de Bal. Allemaal kunstenaars die zeer zeker niet met hun rug naar de maatschappij staan, maar zich in hun werk juist steeds weer verhouden tot die maatschappij. En dit is precies wat de Prix de Rome in mijn ogen tot een relevante prijs maakt. Hetzelfde geldt voor mijn medegenomineerden Ola, Christian en Remco. Ik vind de werken die ze gemaakt hebben echt absoluut heel goed. En met wat tijd en aandacht zeker niet hermetisch. De kunstwereld of een maatschappij kan in mijn ogen alleen inclusief zijn als er ook plaats en tijd is voor dat wat niet meteen begrijpbaar is. Ik ben niet alleen onder de indruk van de werken die zij voor de Prix de Rome hebben gemaakt, maar ook van de solidariteit de afgelopen weken. Dus daarvoor mijn grote dank. Er zijn natuurlijk meer mensen die ik wil bedanken, omdat ik niet vaak zo'n podium krijg. Dus Majesteit en Koningin Maxima ook bedankt om hier aanwezig te zijn en minister best te maken. Ik wil natuurlijk ook de juryleden nogmaals bedanken en de Mondriaan Stichting. En dan met name Mirjam Beerman, ik weet niet waar ze zit, die ons de laatste maanden heeft begeleid. En Charlotte Ebers wil ik bedanken omdat ze de opnames voor Kunstuur, voor de portretten in Kunstuur, zo pijnloos mogelijk heeft laten verlopen. De Appel natuurlijk voor het hosten van de tentoonstelling. En vooral aan de meester Tony Hofman, Ariane Kamsteeg, Stuart Tim en het opbouwteam. En Maarten en Pascal van MTS Audiovisueel. En ik wil ook de volgende personen bedanken. Jeroen Boomgaard en Maurice van Valen die mij hebben voorgedragen. Robert Klarijs en Joep Munsterman van Anything is Possible die in mijn werk hebben geproduceerd en die dat vaker voor mij doen en waar ik heel blij mee ben. Max Toklose, mijn assistent in Berlijn die me geholpen heeft tijdens de ontwikkeling van het werk. Mijn galeries, Ellen de Bruin Projects in Hollywood Gardens, die al jaren achter mijn werk staan en voor wie ik heel veel respect heb in de manier waarop zij een galerie runnen. En natuurlijk mijn vrienden en familie en speciaal mijn ouders die eigenlijk samen met mij in de kunst zijn gegroeid en die mij altijd enthousiast gesteund hebben. En dan ook natuurlijk als laatste mijn partner Max, die hopelijk vanuit New York dit ziet. Hallo Max. Natuurlijk mijn dank aan hem is vele malen groter dan ik kan uitdrukken in de tijd die we hier hebben. Dus dat was het op mijn blaadjes. Wat hartelijk bedankt. En nu wat drinken. Thank you.
Dank u wel.